Hoi en welkom weer terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer wat geshopt bij de Kringloop en ik zag dat het al best wel een tijd geleden was sinds de laatste shoplog. Dus het leek me weer leuk om de dingen die ik geshopt had aan jullie te laten zien. Het is van twee keer. Ik ben twee keer naar de Kringloop geweest in de tussentijd en heb wat spulletjes gekocht. Echt een beetje meer winter items, herfst winter items. Ik ben echt verliefd namelijk op dit soort truien. Hier maak je me letterlijk helemaal gek mee. Ik leef hier echt in en ik vind het echt zo'n fijne truien. Zit gewoon echt heerlijk en lekker warm, maar toch luchtig. En ja, ik hou hier gewoon echt van. Dus in mijn motto kan je daar nooit genoeg van hebben. En ging ik op zoek naar truien. Het is altijd maar net de vraag of ik het vind of niet. Nou heb ik er een aantal gevonden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik heb nog wat andere items ook gevonden. Dus ik ga het jullie allemaal lekker laten zien weer. Als allereerst deze trui. Ik zie dat het een beetje overbelicht lijkt, omdat de trui ook wit is. Dit is dus echt weer zo'n lekkere trui. Gewoon lekkere, een soort gebreide trui met gaten erin. En ondanks dat hij dus gaten erin heeft, zit hij wel heel erg lekker warm. Gewoon als je er een hemdje onder doet. Je kunt er ook gewoon een t-shirt met lange mouwen onder doen. Dit zijn gewoon echt naar mijn mening ideale truien en zitten zo ontzettend lekker. Het merk ken ik niet, het is via Apia of zoiets. En deze kostte €3,95, dus die was echt niet duur. Toen zag ik een trui of viel mijn oog op een trui en dat was er eentje van echt mega goede dikke kwaliteit. Dat is deze trui. En gelijk dacht ik, oh, die is echt super lekker dik en warm en die wil ik hebben. En toen keek ik ook in het labeltje en hij is van Forever New. Ik weet niet of jullie dat nog weten, ik had op een gegeven moment een Zalando box besteld. En daar zat een mintgroen jurkje in, of mintgroen, ja een beetje een aparte kleur groen, lichtgroen kleurig jurkje in. En die is van datzelfde merk, het jurkje was best prijzig. En deze trui is dus ook van datzelfde merk. En dat merk je gewoon aan de kwaliteit. De stof is gewoon echt ontzettend dik. En hij zit dan ook echt heel erg lekker. Ik heb hem al gedragen. En ik ben hier echt heel erg blij mee. Deze gaat echt, hier ga ik de winter wel mee doorkomen. Echt geen probleem. Deze trui was iets duurder. Deze was namelijk €7,95. Dus nog niet heel erg duur. Vooral voor zo'n dikke kwaliteit. Hartstikke mooi. Wat ik toen ook nog tegenkwam was een blouseje. Als je mij kent weet je dat ik gek ben op blouses ook. Blouses zijn altijd handig. Ook onder bijvoorbeeld dit soort truien. Gewoon leuk. Lekker een blouseje. Staat super leuk. Zit hartstikke warm. En heerlijk. Dit blouseje heeft sterretjes erop. En ik vond deze gewoon wel heel erg simpel. Maar toch schattig en leuk. Dus ook deze nam ik mee. En deze was ook echt €3,95. Kost echt geen geld. Dan gaan we door naar de tweede keer dat ik naar de Kringloop ben geweest. En dat is echt vrij recent geweest. Dus ik heb de kaartjes er allemaal nog aan zitten van de prijzen. Ik zag dit vest. En die komt ongeveer tot knielengte, denk ik. Of misschien net daarboven nog. Maar goed, ik ben ook op vesten echt mega dol. En ik vond deze kleur ook echt heel erg mooi. Een beetje mosgroenige kleur. Dus ook deze nam ik mee en deze is €3,95 en van de H&M. Nou, als je mij kent weet je ook dat ik gewoon dol ben op kant. En dit truitje heeft een mooie kant nek en kant rand daarboven, zeg maar. En dit vond ik toch wel heel erg leuk staan, dat ik er wel nieuwsgierig naar was om hem te passen. En hij stond echt heel erg mooi, dus ook deze heb ik gewoon meegenomen. €3,95 en hij is van M
Kratos? Geen idee, ik ken het hele merk niet. Toen kwam ik ook weer iets tegen met een lekkere dikke kwaliteit stof. Dat is deze top. En in eerste instantie ja, had ik zoiets van, ja, ik heb helemaal geen top nodig. Dus waarom zou ik die dan gaan passen of mee gaan nemen? Maar ik vond de kleur wel heel erg mooi. En daarnaast, de stof is gewoon super goede kwaliteit. En hij is van het merk Vanilla. Vanilla? Vanilla? Ik heb geen idee hoe je dat merk uitspreekt. In ieder geval een behoorlijk prijzig kwalitatief merk ook. En dat merk je ook gelijk weer aan de stof, dat die wat dikker is. En hij stond gewoon ontzettend mooi en leuk. Dus deze heb ik ook meegenomen. Deze was of is 7,95. Geleden heb ik afscheid moeten nemen van een super fijne, lekkere broek. Zo'n coated jeans, zo'n zwarte coated jeans van het merk Vera Moda. En nou zag ik hem gewoon weer hangen bij de kringloop, zo goed als nieuw. Echt, hij lijkt gewoon ongedragen. En toen dacht ik, oh my god, deze gaat mee als ik hem pas. Want het is een S'je en hij ziet er gewoon heel smal uit. Maar deze broeken rekken echt enorm, zoals je ziet. En hij is ook vrij high waist. Dus ik dacht dat past wel. Dus ik heb hem gepast en dat paste ook gelukkig. Dus ik ben hier ook echt super blij mee, want deze broek zit zo lekker. En ik vind het coated stukje ook wel mooi. Het is niet te veel, zeg maar. Dus dat het niet te lakleerachtig lijkt. Maar gewoon een mooie shimmer erin. Deze is 6,95. En als laatste zag ik een jurk hangen en toen dacht ik, ik weet het niet hoor. De stof vond ik een beetje apart, de kleur vond ik wel heel gaaf. En de stof is een beetje van die goedkope stof. Dus ik dacht, ja, ik weet het niet. Maar hij leek me wel heel erg mooi. Dus ik heb hem gepast en uiteindelijk ook gekocht, want ik heb hem hier vast. Het is een vrij lange jurk, een hele nauw aansluitende jurk. En in eerste opzicht denk je, misschien niet zo heel bijzonder. Maar toen ik hem aan had, dacht ik, oh my god, dit is het. Dit is echt geweldig, deze jurk. Oh, hij staat mij zo ontzettend mooi. Dat ik echt helemaal verliefd was en deze heb meegenomen. Voor een avondje uit of zo. Of gewoon een lekker etentje ergens. Of gewoon, ja, als je er wat chiquer uit wil zien, dan is deze jurk echt, ja, gewoon echt fantastisch daarvoor. Ik vind hem echt geweldig. En dat waren alle items weer die ik... Oh, wacht even. En deze jurk is 8,95. En van het merk MNG. Ik ken het verder niet echt, dus ik heb geen idee wat voor merk het is. Music keeps me on a
items weer die ik geshopt heb bij de kringloop. Ik ben heel erg benieuwd welk item jij het leukst vindt. Laat me dat weten in de comments natuurlijk. En dan spreek ik en zie ik jullie heel erg snel weer bij een volgende video. Bedankt voor het kijken. Bye bye!